Zijn er ook vrouwen in het Tijlers? Weinig, maar toch. Zien we in het musea zo weinig werk van vrouwen aan de muur, omdat het een wereld is gedomineerd door mannen? Of waren er in het verleden veel minder vrouwen die professioneel gingen schilderen en dat ook na hun moederschap bleven doen? In het Tijlers hangt een aantal van die vrouwen. We beginnen met Henriette Ronner Knip. Henriette Knip schilderde nog tot aan haar dood, 87 was ze toen: eerst landschappen met dieren en later vooral honden en poezen. Veel succes had ze daarmee internationaal en in Brussel waar ze woonde. Het was een grote dame, zowel in België als in Nederland werd ze geridderd. Zij was de meer getalenteerde dochter van haar vader, ook een kunstschilder, die hier boven haar hangt. En dan is er Elisabeth Hane, ook de dochter van een kunstschilder, en het oudere zusje van Adriana Hane, die samen met Maria Vos, haar vriendin, in Oosterbeek schilderde. Zelf bleef ze in Amsterdam werken. Types vrouwelijke onderwerpen in die tijd, toch? Ook hier een vrouw met een kindje. En de duiven als huisdier. De duiven ook symbool voor echtelijke trouw. Schildertechnisch knap. Maar toch weinig origineel. Interieur's die doen denken aan de 17e eeuwse schilders. Aan Gerrit Douw, bijvoorbeeld. Therese Zwartse. De Grand Dame van de Portretkunst rond 1900, de eerste vrouwelijke ridder in de Orde van Oranje, trouwens, is hier getekend door Jan Vett. Van haar is er een depot een portret van Frederik van Ede. Haar nicht Lizzie Ansing, een van de vijf zogenaamde Amsterdamse Juffers, Juffers, dat waren juffrouwen die ook schilderden. Zij schilderde het portret van een andere Amsterdamse juffer, Koba Ritsema. Ansing was bekend om haar poppenschilderij en ook om haar kinderboeken. Nooit getrouwd, maar wel bevriend met onder meer Breitners. En zijn felle kleur en de losse toets, dat is hier herkenbaar. Koba Ritsema stond bekend als een stille, wat onhandige vrouw. Dat is hier ook mooi te zien. Koba of Jacoba Ritsema werd in haar tijd als een zeer begenadigd impressioniste gezien. Landschappen en portretten met vrouwen in hun dagelijkse bezigheden, met een eigen coloriet. Een der laatste bohemiennes werd ze wel eens genoemd. Maar de belangstelling voor deze zeer getalenteerde Amsterdamse joffer, eigenlijk kwam ze uit Haarlem. Verdween heel snel na haar dood in 1961. 1961, dat was de tijd van Cobra, niet van de Amsterdamse Joffers. Een vrouw die van vrij tijdschilderen haar leven maakte, was Lucie van Dam van Isselt, uit een patriciusfamilie in Berg op Zoom. Ze trok eerst naar de kunstenaarskolonie in Oosterbeek en dan naar Walcheren, waar onder meer ook Thorop, Mondriaan, Jacob van Heemskerk zaten. En was er heel actief in het artistieke milieu. Eén klein schilderijtje hangt hier: een ingetogen compositie in wit en zilverkleur. Met een vleugje geel.